Breda Nu. Je weet het meteen. In boekhandel van Kemenade en Hollaars werd het boek Verknipt van Laurens Mol onthuld. De titel van de thriller was tot aan de boekpresentatie geheim gehouden. Laurens Mol is vooral bekend als society-kapper. Het boek Verknipt is zijn debuutroman. U staat in de rij om het boek te gaan kopen. Wat verwacht u ervan? Iets heel spannends. Ja, dus eigenlijk niks. Dus ik heb net wat gehoord, maar ja, vol spanning. Wat verwachten jullie van het boek? Spannend boek, denk ik. Ja, Laurens kennende, staat er wel wat in. En wat verwacht u van het boek? Ik denk dat er best wel wat homoerotische spanning in gaat voorkomen. En dat hij dat heel grappig en leuk kan vertellen. Nou, u bent de uitgever van het boek. Hoe is dat proces een beetje gegaan? Kun je dat misschien even in het kort uitleggen? Ja, een beetje in het kort is dat schrijvers normaal manuscripten insturen naar een uitgever. En dat kunnen heel veel uitgevers zijn bijvoorbeeld. En dan heb je als uitgever natuurlijk een keuze of je iets mooi geschikt of wat dan. Hè? En dat is ook zo bij dit manuscript gegaan. Ja, Laurens had jarenlang een kapsalon in het Ginneke. En daar zaten wij toen ook met de boekhandel. Op een gegeven moment kreeg ik in de gaten dat hij dus met een boek bezig was. En toen ben ik eens gaan vragen, Laurens, hoe zit dat? En toen vertelde hij dat hij al best ver was. En toen heb ik een vriendin van mij, die is zelf auteur en criminoloog. Dus wilde bekijken en lezen. Nou, dat wil ze heel graag. Ik was met haar heel blij, omdat zij ook voor Colophon heeft gewerkt. Dus de schrijversvakschool. Nou, ze heeft een paar aanwijzingen gegeven en het een paar keer opnieuw gelezen en met hem samen doorgesproken. En uiteindelijk is dit ervan gekomen. Ik had niet gedacht dat het zo'n boek zou zijn, maar het leest als een dan noemen we dat in het vakjargon een page-turner. Hè, dat je het blijft omslaan en door wil lezen. En ik had het in een avond uit, geloof ik. En dat is niet altijd. En het haakte nergens. Hè. Je hebt wel eens dat het dan ergens niet lekker loopt of stroef is, maar dat was allemaal niet het geval. Ja, het is gewoon, hij kan echt schrijven. Breda Nu. Je weet het meteen.